Ruud Hondering, het is eigenlijk een beetje een treurige dag vandaag. Want je neemt afscheid van Oranje-Nassau, althans van het eerste elftal. Wat heeft Oranje-Nassau voor jou betekend in de loop der jaren? Nou, Oranje-Nassau betekent voor mij heel veel. Ik ben hier in de jeugd begonnen. Ik heb hier heel veel vrienden. Ik hou van het spelletje en van de vereniging. Het is gewoon mijn clubje. Zijn er nooit andere clubs bij je geweest die je graag hadden willen inlijven? Nou, ik heb na 2 of 3 jaar ben ik weg geweest. Ik heb 3 seizoenen in Geesteren gevoetbald bij Stevo. En na die 3 jaar vond ik het wel weer mooi geweest daar en ben ik weer teruggekeerd. Teruggekeerd op het oude nest en toen de 400 wedstrijden volgemaakt. Ja, dat heb ik begrepen, dat meer dan 400 zijn, daar hou je jezelf niet meer, hou je niet meer bezig. En na de tijd hoor je dat, dat is gewoon leuk. Nou ben jij niet een jongen die graag in de belangstelling wil staan. En toch vanavond deze afscheidswedstrijd is wel bijzonder. Want we hoorden net dat het 12 jaar geleden is dat er voor het laatst een afscheidswedstrijd is gespeeld bij Oranje-Nassau. Ja, dat geeft misschien aan wat ik heb betekend voor de vereniging. Daar ben ik ook helemaal niet bewust van in al die jaren. Je voetbalt gewoon met veel plezier. En dan heb ik afgelopen seizoen mijn afscheid aangekondigd. En dan komen ze met een afscheidswedstrijd. Dat is gewoon geweldig. Een afscheidswedstrijd tussen het eerste elftal van Oranje-Nassau en een elftal wat je zelf hebt samengesteld uit vrienden. Wie ontmoet jij vanavond allemaal? Nou, de trainers, Jan Bronckens en Ben Sepp. Jan Bronckens heeft mij destijds vervroegd overgehaald vanuit de jeugd. Een andere trainer, Ben Sepp, een aantal jaren onze trainer geweest. Ja, en een paar gewoon oud-gedienden, Marcel ter Horst, Jan-Gert Gast. Ja, dat zijn gewoon jongens waar ik 17 jaar geleden mee ben begonnen. Mensen die dus in al die tijd samen met jou deze club hebben gebracht tot de tweede klasse van het zaterdagvoetbal. Ja, dat is waar we op dit moment staan met de club. Hopelijk kunnen ze het volgende seizoen vasthouden. Zonder na-competitie zich veilig te kunnen spelen. Toch niet een klein beetje heimwee nu al? Heel eerlijk gezegd, wel een klein beetje. Maar dat gaat ook wel weer over. Als het niet goed gaat, kunnen ze nog een beroep op je doen? Ik train dit seizoen sowieso nog 2 keer in de week mee met de eerste selectie. En daarnaast voetbal ik in de derde. Dus helemaal weg bij de vereniging ben ik niet. En mocht de nood aan de man zijn, dan ben ik beschikbaar. Gezien jouw leeftijd kun je nog heel wat jaartjes verder. Ja, leeftijd zegt niet alles. Ik word volgende week 35. We gaan zien of ze me nodig hebben. Heb je al een waardige opvolger? Ik denk het wel. Ik hoop het. Stef Kamphuis is vorig jaar een aantal wedstrijden geschorst geweest. Of een half jaar volgens mij. Ja, en ik hoop dat hij mijn plekje over kan nemen. Al met al, een hele fijne avond toegewenst. Ja, dankjewel.